Dan zat je daar bij je hak achter een panlat. En je hield bij je andere hand een andere panlat vast. En dan is een wonder dat je niet afgevallen bent, want dan had je verdronken. Want dan is het misschien wel 4,5 meter water rond de geus. We zaten dus binnen bij de familie. Toen kwam de buurman. Die zei, ik kom uit Rotterdam en in de Hogerwaardpolder bij Rijnland Rijka door het water. Die zei, dat wordt toch nogal wat op een duur. Toen zei mijn vader, ga hem even naar de schuur. En die zei, dan ga ik toch even bij de paarden kijken, doen we de deuren open. En die komen buiten en die schrikken die dieren natuurlijk. Dat was al onwennig. En toen, ja, een heel geruis en het was donker, dus zag je niet wat dat was. Maar toen begon het water achter de schuur een beetje naar boven te komen. Toen zei mijn vader, ga je me houden een huis? Nou ja, toen kom ik een huis en die opkamer die was boven de kelder. En even later dan hoorde je het water als stromen in die kelder. Ja, mijn vader zei, dat kan zo niet. We gaan nu naar de zolder, want hier wordt het te gevaarlijk. Nou, maar even later, nou ja, dan vloog de voordeur er al uit. Dat duurde nog glad zo lang, niet zo'n druk staat erop. Op een duur waren er nog 2 treden droog. Ja, dat was toch angstig. Maar alles ging zo vlug, als je geen tijd had om bang te wezen. Want we hadden een groot, sterk geus. En ik dacht, dat geus, dat houdt het altijd. En toen kwam de vloer van de zolder. Die kwam op de golven te liggen. En die werd op en neer geslogen bij de golven. En wij zaten in dat kamertje. En dat was een ontzaglijke, ja, moeilijke zaak natuurlijk. En ik had pas een nieuwe fiets gekregen in oktober. Nou, en die stond ook op die zolder en dan fietste ik zo over die zolder. Dus ja, ik dacht ook, wat zat er gebeuren? Op een duur dacht ik, dat weet ik altijd nog, zou ik ooit nog op die fiets rijden? En het werd steeds heftiger. Op een duur zegt mijn vader, we gaan dus op dak. Want hij zei, als het dak instort, zet me er allemaal onder en dan kunnen we niet meer weg. Dan zat je daar bij je hak achter een panlat en je hield bij je andere hand een andere panlat vast. En dan is een wonder dat je niet afgevallen bent, want dan had je verdronken. Want dan stond misschien wel 4,5 meter water rond de geus. Nou, en dan geregeld kwam er zo'n een hagelvlaagje over het dak vliegen. En dan kroop je in je jas, want dat deed geweldig pijn aan je gezicht natuurlijk. Ja, die hagelstenen die vlogen. En ja, dan keek je weer even later of wat het additie minder was vanuit je jas, wat of je dus zag. En ja, dan komt er ineens een paard langs de dakgoot drijven. Oh, ik zeg, dat is dat paard van de buurman, die ken ik. Die was natuurlijk verdronken. Ja, er werd toch eens geprobeerd met een boot bij ons te komen. Toen kwamen ze bij het zolder aan en dat ging geweldig tekeer. Alle kanten sloeg dat op. En die mannen die zaten erin en op een gegeven moment zei er een, spring maar. Ja, dat was toch even om erover te denken natuurlijk. Maar er was een van mijn zussen en die sprong en die werd gelijk opgepakt. Oh, ik dacht, dat kan ik ook. En ik sprong gelijk en ik was natuurlijk mijn ventje mij aan ze zo te pakken. Nou ja, geluk, ik ben gespaard gebleven. Geluk, dat ik al meer hoorde zijn, geluk eigenlijk niet gauw. Hey, maar je bent gewoon bewaard gebleven. God en de hemel, die heeft ons bewaard. Zo kan ik dat zeggen. Er wordt soms anders over gedacht, maar ik vind dat wel.